De Kerk van Suriname verzoekt u de priester Karel Martinez Tjuni tot bisschop te wijden. Hebt u daartoe een opdracht van de apostolische stoel? Inderdaad, ik zal de benoemingsbrief van zijn heiligheid Paus Franciscus thans voorlezen. Vandaag is de vierde bisschop van Paramaribo ingewijd en het is eigenlijk de tweede Surinaamse bisschop ingewijd. Dat is een heel bijzondere stap. Het is heel bijzonder dat we dus weer een eigen zoon hebben die dus bisschop is geworden. De eerste is natuurlijk geweest bisschop Sichem. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecte Filio Carolo Tjuni. Geliefde zoon Carol Tjuni, geestelijkheid van het bisdom Paramaribo, bisschop elect van de genoemde zetel, heil en onze apostolische zegen. Wij staan u toe de wijding te ontvangen buiten de stad Rome van welke katholieke bisschop u verkiest, overeenkomstig de liturgische wetten en regels. Voorafgaand zult u de belijdenis van het katholieke geloof uitspreken en openlijk de eed afleggen van trouw aan ons en aan onze opvolgers. Bent u bereid het ambt dat door de apostelen is toevertrouwd en waaraan u door het opleggen der handen deel gaat krijgen met de genade van de Heilige Geest heel uw leven te vervullen? Ja, dat wil ik. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Holy Mary, Holy Mother of God, Holy Virgin of Virgins, pray, pray for us. Pray, pray for us. Saint Michael and all you angels of God, pray, pray for us. My dear Bishop Tjuni, we are all here because we love you, but we are all here to say, Bishop Tjuni, do not change. Now that you are became a bishop, remain as you were, remain as you are. Don't become authoritarian. The staff, the ring, the cross, the mitre that you receive today are not sign of power. They are sign of service. So we want to love and to continue to love you as you are now. So please don't change. Continue to serve and to love your people as you are, with your humility, with your smile. You look much younger of the age you have. So you have a lot of dynamics. With this love and joy, continue in humility. And you, dear brothers and sisters, receive the new bishop with your open heart. Work with him, support him, love him, and follow him as your father, as your shepherd, as your brother. Amen. We gaan vandaag als bisdom aan een nieuw hoofdstuk voor ons Surinaamse bisdom beginnen. En we doen dat met alle vertrouwen. Want we weten dat we in Monsieur Tjuni een hele toegewijde, talentvolle en hele kundige bestuurder, animator en herder zullen hebben.
We vertrouwen het bisdom aan hem toe en we zeggen hem toe vandaag. We staan achter u met ons gebed, met onze inzet. Voor u ben ik bisschop, met u een medegelovige, zoals de heilige Augustinus dat heeft gezegd. U allen, heel hartelijk dank. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoeveel gasten hadden jullie? De kerkgangers, er waren ongeveer 700 mensen in de basilica en we hadden 1200 buiten, dus ongeveer een 2000 man.